Goedenavond en welkom in Reislaat van dinsdag 12 november. Of moet ik zeggen religieus laat, want het is een bijzondere editie. We hebben eigenlijk één centrale gast en dat is niemand minder dan aartsbisschop Leonaar. Hij komt praten over de crisis in de kerk en luisteren naar vragen en ideeën van drie andere gasten die met het geloof begaan zijn. Om te beginnen, Mieke van Hekken. Als baas van het katholiek onderwijs heeft ze 700.000 leerlingen onder zich. Wat een verantwoordelijkheid. Annemie Struijf maakte een tv-reeks en een boek in Gods naam. En Pieter de Krem. Hij is naast minister van Defensie ook een vaste klant in de Sint-Corneliuskerk in Aalter. Allemaal hartelijk welkom. Goedenavond, monseigneur, welkom. Gaat u zitten. Monseigneur, welkom. We zijn heel blij en fier om u eens in onze studio te hebben. Hoe is het met u? Heel goed. Ja? Ik ben zo net terug van een pastoraal bezoek. 10 dagen in decanaat Aarschot. Mm-hmm. En het was zo mooi. Het heeft mij echt gestimuleerd. Dus ik ben in hele goede conditie. Ja, u glundert ervan, moet ik zeggen. Ja. Ja. Het is echt mooi en deugdoend. U bent nu al bijna 3 jaar aartsbisschop. Ja. Bevalt het u? Doet het u nog? Doet u het nog graag? Steeds beter. Ja? Iedere dag een beetje beter. Ik ben heel blij en heel gelukkig in mijn bisschopsambt. Ja. En vooral als ik de kans krijg, zoals in de pastoraal bezoeken, om midden onder de mensen te leven. Ja. Dat zijn de mooiste momenten in mijn bisschopsleven. Ik zie dat u ervan geniet. Dat doet mij plezier. Met u gaat het goed, maar met de kerk gaat het niet zo heel goed. Hè? Dus de kerken lopen leeg, er zijn weinig jonge priesters. Er is een schaduw van De kerk is de mooiste multinational die er is. Dus ze is katholiek, universeel. Mm. Ja, in België, in West-Europa gaat het een beetje moeilijker. Ja. Maar in andere landen in de wereld is de kerk bloeiend. En dat maakt deel uit van de universaliteit van de kerk. Maar ook in ons land zijn er redenen om te hopen. Ja? Maar doet het u pijn om vast te stellen dat de mensen in ons land, laten we het daar dan in eerste instantie bij houden, dat de mensen de kerk blijkbaar niet meer nodig hebben of veel minder dan vroeger? Doet u dat pijn? Ja, uiteraard. Maar het probleem is niet dat wij pijn hebben of geen pijn hebben. Onze taak als kerk is de blijde boodschap uit te stralen. Mm-hmm. Het gaat niet zozeer om mensen te recupereren. Dat zal nooit, nooit lukken. Nee? Nee, maar onze mensen zijn mondige mensen. Maar er moet iets uitstralen. We zijn een veel te veel institutionele kerk geweest in België. Ja. Met sterke instituten die hun waarde hadden en die veel goed hebben gedaan. Maar wat we nu het meest nodig hebben, dat is vlam, vuur, hart en ziel. Zonder die inzet zal er geen nieuwe blijde boodschap Dat klinkt mooi, maar denk u dan daarover na? Zoekt u ook naar manieren om bij meer mensen te appelleren? Zeker en vast. Ja. Dat is een van de bedoelingen van mijn pastorale bezoeken. Enorm veel mensen te ontmoeten. Scholen, instellingen, alle confraters, veel parochies bezoeken. Om samen met die mensen inspiratie, nieuwe inspiratie te vinden. Ja, en dat is te vinden bij iemand zoals Jezus, dat is absoluut uniek in de geschiedenis van de wereld. Maar dan moet u dus blijkbaar nog meer mensen van proberen te overtuigen dat Jezus een inspiratiebron kan zijn. We kunnen u misschien helpen vandaag. We hebben 3 andere gasten uitgenodigd die elk op zijn of haar manier ook wel begaan is met het geloof. Ik stel voor dat we die er meteen bij halen. Dat zijn Mieke van Hekken, dat zijn Annemie Struijf ook en Pieter de Krem. Welkom. Oh my God. Ja, welkom alle
drie, welkom. Ik ga eerst even terug naar de Monseigneur. Het is een vraag die ik ook aan de anderen wil stellen. Wie is God voor u? Een hart. Iemand die ons lief heeft. Die ons bemint. En die ik heb leren kennen dankzij Jezus. Een unieke mens. De enige mens in de geschiedenis die beweerd heeft aan God gelijk te zijn. Dat is uniek. Wie ziet mij, ziet God. God en ik, we zijn één. En die toch gestorven is in de Godverlatenheid. Met op zijn lippen een rare kreet. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En zo heeft hij ons vervoegd. Hij die mens en God is, heeft ons vervoegd in onze ellende, in onze eenzaamheid, in onze dood. Ook in onze zonde. En de enige mens van wie getuigen ten koste van hun leven getuigen, God heeft hem doen verrijzen uit de doden. Dat interesseert mij, dat boeit mij. En dat is uniek alleen maar in Jezus te vinden. Dat neem ik mee naar de overkant van de tafel bij minister De Krem. Meneer De Krem, mag ik u een diepgelovig mens noemen? U mag mij een moderne katholiek uit de 21ste eeuw noemen. Ja? Wat houdt dat in? Hoe uitzicht dat? Wel, als u de vraag stelt, wie is God voor u? God is een impersoonlijke God, zoals veel mensen van mijn generatie. Maakt u het onderscheid ook, zoals de aartsbisschop, tussen God en ja, Jezus? Ik heb dezelfde opleiding en vorming niet van Monseigneur Leonard natuurlijk. Ik ga door het leven als een vrije man, als een vrije persoon, maar geloof in de samenhang. Van een aantal zaken. En dat zal dan wel de invulling zijn van wat je het goddelijke gebeuren kan noemen. Mm. En natuurlijk die verpersoonlijking via een aantal waarden die vertegenwoordigd waren door iemand die 2000 jaar geleden in Palestina rondliep, die zo universeel waren. Solidariteit, respect, een aantal andere zaken, dat ze ook door niet-gelovige mensen als toetssteen worden gebruikt, maar voor iemand die zich katholiek noemt, een extra referentiekader zijn. En je kan dat beleiden zonder daar onder gebukt te gaan. Je kan daar heel modern mee omgaan. Ja. Ik denk niet dat mensen de indruk hebben van mij dat dat een zware last nee, zo ziet op mijn schouders zou zijn. Hè? Maar heeft u ook een persoonlijk contact? Met God? Ja, natuurlijk, met God telefoneer je niet en je zendt ook geen e-mails. Hè? Er is een manier om komt aan andere manier om contact te hebben. Ja, dat is een, voor iedereen persoonlijk hoe je omgaat met een aantal zaken, de samenhang van de maatschappij, hoe je maatschappelijk engagement probeert te nemen en daarin probeer je een stuk van die waardebeleving toe te passen. Ja. En dat is voor mij en ik meen voor heel veel mensen het moderne inzicht in het godsgebeuren. De moderne invulling. Gaat u nog elke week naar de mis? Ik houd nu de teller niet bij, maar ik ben een heel regelmatige kerkganger. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, ik doe dat omdat het is een stuk bezinning. Ik vind het ook, je ziet er ook heel wat mensen. Het is ook een stuk je kijkt eens terug, je ziet de toekomst. Ik heb ook kinderen. Ik ga met mijn vrouw en mijn kinderen heel vaak naar de mis. Ik probeer hen die wateren mee door te geven. Ik zie dat ook heel veel jonge mensen. Toch? Dat ook zit de kerk vol daar in Aalten? Daar gaan nog heel wat mensen naar... Naar de kerk misschien niet altijd, maar op belangrijke momenten. Er zijn ook heel veel mensen actief in dat kerkelijk wezen die niet noodzakelijk een roeping hebben of toch niet noodzakelijk tot het instituut behoren, maar die in het onderwijs, in de catechese, in een aantal zaken aanwezig zijn. Het is nog altijd heel levend. En ik heb daar veel respect voor, want ik heb zelf niet de tijd om dat te doen. Nee, mevrouw Van Eyck, gaat u wekelijks? Wekelijks durf ik niet zeggen, maar het zal toch... Meer dan regelmatig zijn trouwens. En ook heel wat vieringen die wij organiseren, ook intern voor de medewerkers, die ik ook bijwoon in sommige scholen, die ik ook bij andere activiteiten bijwoon. Omdat het een uiting is van een gemeenschappelijk gedragen project waarin je eigenlijk elkaar ondersteunt en inspiratie krijgt en doorgeeft. Ja. Hoe is uw relatie tot God? Voor mij de ultieme zingeving in mijn leven. Dus de inspiratiebron van wat ik doe. De toetssteen van wat ik doe. Ik vind alleen dat ik daar op sommige momenten in eer en geweten zelf bepaalde keuzes mag maken. Dat is de vrijheid die hij mij ook... Nee. Nee, ik geloof in de gegevenheid van het leven en in het ultieme geschenk dat ik gekregen heb om namelijk in vrijheid keuzes te maken. Ik vind dat enorm belangrijk dat ik in vrijheid de keuze gemaakt heb om te zeggen dat geeft zin aan mijn leven. Ja. Dit zijn eigenlijk de inspiratie
bronnen van waar ik leef, zorg voor de armen. Voor mij is mijn leidmotief zoveel talenten die ik gekregen heb en niet verdiend heb. Ik heb geen enkel talent verdiend. Ik heb ze gekregen. Dus ik zal aan het eind moeten verantwoording afleggen van wat ik ermee gedaan heb. En dat is voor mij de toetssteen van wat ik doe. Heeft u op een gegeven moment bewust gekozen voor het geloof? U bent van de generatie mei 68. Ik neem aan dat u het ook in vraag heeft gesteld. Ja. Eigenlijk in twee richtingen. Enerzijds enorm geraakt door toen wel het heel hoopvolle open verhaal van het Vaticaans Concilie. Wat wij toch heel bewust hebben meegemaakt. Ik zat toen in de humaniora. En dan het tweede luik. En vandaar dat ik ook zeg dat ik vind dat ik het op een volwassen manier probeer te doen. Het feit dat je heel kritisch omgaat. En dat je ook bepaalde verantwoording moogt vragen vandaag. Ook aan kerkelijke leiders die eigenlijk meegeven van wat hun interpretatie is van dat evangelie. Ja. En die verantwoording heb ik nodig om te kijken of ik in eer en geweten volg of niet volg. U krijgt dadelijk de kans om die vragen voor te stellen, voor te leggen aan de aartsbisschop. Eerst nog even bij Annemie Struijf. Annemie, ben jij dan de enige goddeloze aan tafel? Of mag ik je zo niet noemen? Ik weet het niet, hè? Ik ben een kind van mijn generatie. Ik ben geboren in de jaren 60, toen de maatschappij nog helemaal gedomineerd werd door de katholieke invloedssfeer. Ik kom uit een katholiek gezin. Mijn ouders, mijn grootouders waren katholiek. Wij gingen elke zondag naar de mis. Dat was heel belangrijk. Toen we opgroeiden, toen we pubers werden, wilden wij helemaal niet meer naar de mis gaan. En wij dachten dat dat allemaal een hoogst persoonlijk verzet was. Maar alle leeftijdsgenoten wilden niet meer naar de mis. Ik ging met mijn broer op café. En dan spraken wij af waarover de preek ging. Want mijn vader durfde ons wel eens ondervragen. En dan ging ik in Leuven studeren. En dan gleed de godsdienst helemaal van ons af. We zaten natuurlijk nog met die katholieke ouders en grootouders. Dus ik ben nog wel getrouwd voor de kerk. Ik heb mijn eerste kinderen nog laten dopen. Met de laatste is dat al minder het geval geweest. Ik ben wel altijd geweldig gefascineerd gebleven door zingevingsvragen. In Leuven herinner ik mij ook het college waar we leerden over gelovige mensen, atheïsten en agnosticisme. Ja. En agnosticisme, toen dacht ik, dat is het. Dat zijn mensen die beweren, die zeggen van, ik weet het niet. En ik kan het ook niet weten. De gelovige mens zegt, ik weet het en ik weet het zeker. Een atheïst zegt, er is geen God en ik weet het zeker. En ik ben altijd in dat agnosticisme blijven steken. Dat is duidelijk, hè? Dus er is een woord voor het. Een woord voor. Er is een woord voor. Van we weten het niet en we kunnen het niet weten. Ik moet wel zeggen, de laatste jaren heb ik mij heel erg verdiept. Ja, voor die reeks, hè, tv-reeks, ja. In Gods naam. Ja. Met heel veel gelovigen gesproken. Ja. Ik heb onder andere dus 3 jaar geleden een week bij de Trappistine in Brecht mogen meeleven achter het slot. Ik ben daar dit jaar opnieuw een week gaan meeleven. Ik heb daar een boek geschreven over. Ik had een wereld verwacht van wereldvreemde kwezels. En dat was een revelatie. Ik heb daar de wijste mensen bijna ontmoet die ik in mijn leven heb mogen ontmoeten. Dus ik herontdek eigenlijk wel heel wat zaken. Ik heb daar wijsheid ontdekt waar ik denk dat veel mensen naar snakken. Maar de kerk, daar heb ik het wel heel moeilijk mee. Hoor. Goed, kunnen we dadelijk over te sprake brengen. Maar je voelt ook wel dat mensen op zoek zijn naar zingeving. Enorm. Dat merk je bijvoorbeeld al aan de boekenbeurs, al die boeken over spiritualiteit. Je breekt je benen over de stapels boeken over zingeving. En dat is eigenlijk de vraag, hoe komt het op het moment dat iedereen die zingeving zoekt, dat eigenlijk de kerk, het is een soort vraag- en aanbodstimulatie. Juist, maar het aanbod is er, hè? Waarom komen ze dan niet naar de kerk? Omdat de kerk niet meer aanspreekt. Er is gewoon een enorme kloof tussen de kerk als instituut en waar mensen snakken naar zingeving. En dan uiteraard de aartsbisschop. Zolang je het gloeiende hart van de kerk niet hebt ontdekt, kan ik best begrijpen dat het niet aantrekkelijk is. Maar van bijvoorbeeld de Eucharistie. Zolang je alleen maar een aanhanger bent van bepaalde waarden. Christelijke, zogezegde christelijke waarden, die bestaan. Maar is het wel nodig om elke zondag 1 uur te verliezen
om die waarden levend te houden in zijn leven. Op hoegenaamd niet. Maar in de mis is Jezus persoonlijk aanwezig. Dat is het voornaamste belang van de Eucharistie. Ik heb vanmorgen de mis gevierd in Aarschot. Dus het was Jezus die deze Eucharistie vierde. Ja. En dat is nergens anders te vinden. Ja, u vindt dat. Maar steeds meer mensen vinden dat niet of vinden dat niet meer. Er zijn er nogal veel die dat ontdekken. Maar ik benadruk hier de rol van de getuigen. Wat de jongeren nodig hebben, dat is geen uitzending zoals de onze. Ook heeft die uitzending ook een goed belang. Maar getuigen ontmoeten. Wat heeft een indruk gemaakt op onze agnosten? Dat is het feit dat ze vrouwen heeft ontmoet die iets uitstralen. En die zonder woorden, ze spreken niet veel... Ze spreken nauwelijks. Iets en iemand uitstralen. En de jongeren hebben dat nodig. Mevrouw Van Eyck. Grote nodig. Ja, ik denk, alleen wat voor mij kerk zijn is... is het feit dat je in een gemeenschap eigenlijk... mekaar inspireert in dat gelovig zijn. Ja? Wat ik nu wel belangrijk vind... en allee, ik vind het getuigenis van... Mag ik Annemie zeggen? Natuurlijk. Ja, van Annemie eigenlijk schitterend, omdat ze zegt van... Ik heb zoveel respect opgebracht voor mensen die vanuit die overtuiging hun leven zin geven. En de stappen die ik vandaag mis, ook als ik met mijn jonge mensen rond religie spreek, want het is uiteraard een item in onze scholen, gelukkig nog, dan ervaar ik de enorme maatschappelijke druk... omdat die waardering voor religie er absoluut niet is. Je hebt wel alles van zen en van wellness. Ik zat in de jury van het religieuze en het spirituele boek. Ik heb zelfs een boek van spiritueel vermageren gezien. Allee, ik wil alleen maar zeggen, als je die richting uitgaat, van ja, er is wel iets en we voelen er ons allemaal high en goed bij, dan zit je niet op het juiste spoor. Het juiste spoor is eigenlijk mensen die zeggen van kijk, wat ik doe, wat mijn drive, is, dat is eigenlijk vanuit die zingeving. En ik wil dat met u delen. Ik wil u daar kennis laten van krijgen. Ik wil u ook zeggen wat de andere antwoorden zijn. Van een agnost die zegt, ik weet het niet. Van een atheïst. Van iemand van islam of zo. En zij daar kritisch mee. Maar alstublieft, maak een gefundeerde keuze. Zodanig dat je in je eigen leven een fundament hebt waarnaar je je leven richt. En dat je niet meezwalpt van het een naar het andere. En op een bepaald moment zegt van, ik heb geen zin meer in mijn leven. En dus ik zou de omgekeerde beweging willen maken vanuit dat getuigenis. Mensen die elkaar dan ontmoeten en die dan eigenlijk de essentie zijn van kerk zijn. Ja. En wij vragen wat dat betreft een plaats in die gestructureerde kerk vandaag, om vanuit die basisbeweging van samen kerk te zijn, eigenlijk te zeggen, en geef ons daar nu support in. Vanaan de mensen die vanuit deskundigheid en vanuit hun geloof eigenlijk sturing willen geven. Ja, goed. Maar ik denk dat er iets mis is met de vorm. Ik denk dat mensen... Ik geef vaak lezingen, mensen spreken mij vaak aan over geloof en je voelt wel een enorme drang naar die thematiek, naar die zingevingsvragen. Maar wat ik in elke godsdienst heb ontmoet en wat mij bijvoorbeeld, en dat is maar één punt, wat mij persoonlijk heel erg heeft doen afhaken, in elke godsdienst zijn vrouwen ondergeschikt aan mannen. Er zijn de priesters, er zijn de imams, er zijn de lama's. Dat is bijvoorbeeld een punt dat in onze maatschappij toch niet meer haalbaar is. Hoe kan ik als vrouw mij in een kerk terugvinden? Op alle terreinen zijn wij, mannen en vrouwen, gelijkwaardig. Ja. En in de kerk kan dat niet. Dit is werkelijk onaanvaardbaar. Dat is een punt, daar even maar op antwoorden. Zo zijn er nog punten. Als gelovige vrouw een antwoord geven. Ik zoek dikwijls in de kerk de plaats van de mannen. Als ik de parochies bezoek, wie ontmoet ik? Vooral vrouwen. Ja, natuurlijk, maar ze mogen geen priester worden. Kunt u dat nog eens uitleggen, monseigneur, nu u hier zit bij ons. Kunt u nog eens uitleggen waarom dat niet kan? Ja, ik versta dat ook niet. Ja, maar veronderstel toch
tenminste 2 minuten. Hè, ja, die om... krijgt u zeker 2 minuten. Dan krijgen we uit 2 minuten om te reageren. Maar kijk, het hele Oude Testament. We zullen beter spreken over het oude, het eerste verbond en het nieuwe verbond. Mm. Het gaat altijd om een huwelijksverbond. De Bijbel redeneert met de categorieën van de menselijke liefde tussen een man en een vrouw. Mm-hmm. Israël is voor God zijn bruid. En God is de bruidegom. Jesaja, in Jesaja bijvoorbeeld, de Heer zegt... Je schepper zal je bruidegom worden. En Jezus stelt zichzelf expliciet in het Marcus-evangelie en in dat van Johannes, zonder te spreken van Paulus in de brief van de Efeziërs, als de bruidegom. Hij is de mensheid komen huwen. Dus die taal van de mens, van de liefde van de mensen, zijn man en vrouw, is heel belangrijk. En Jezus was helemaal vrij ten opzichte van de seksistische vooroordelen van zijn tijd. Maar als hij onder zijn leerlingen, die vrouwen en mannen waren, als hij die 12 moet uitkiezen om hem te vertegenwoordigen als de bruidegom die de mensheid is komen huwen, met een zekere symbolische logica kiest hij mannen uit. Maar ik denk als Jezus nu zou leven, dat hem 6 mannen en 6 vrouwen zou nemen. Zou dat kunnen? Anders zou ik Jezus toch niet zo'n toffe vinden. Maar Jezus is niet altijd zo tof als wij het zouden wensen. Hè? Nee, maar ik heb een aantal uitvaarten onlangs meegemaakt die voorgegaan werden door een vrouw. Ja. Dat gebeurt nu vaak, want er zijn priesters te weinig. Dus zijn er vrouwen die voorgaan. Werkelijk, die 2 vrouwen die ik heb meegemaakt, ongelooflijk hoe dat zij die uitvaart gedaan hebben. Ongelooflijk. Ja. Alleen... het gedeelte voor de priester is niet voor hen bestemd. Nee. Op dat moment moeten ze hebben... Dit vind ik zo vernederend, zo vrouw onwaardig. Ik begrijp je irritatie, Annemie, maar ik wil nog heel even uw uitleg recapituleren, monseigneur. Dus het gaat om een huwelijk tussen Jezus... God. En aan de ene kant de bruidegom. En de bruid, dat is dan de kerk... De mensheid. Het is de mooiste taal die er is. De taal van de liefde. Ja, goed. En omdat het een huwelijk alleen maar kan zijn tussen man en vrouw, moet de bruidegom en de mensen, de apostel en de priesters die Jezus vertegenwoordigen, moeten dat mannen zijn? Is dat de uitleg? Een vrouw kan moeilijk staan in de rol van de bruidegom. Ja, de kerk voor de rest is wezenlijk vrouwelijk. Maar monseigneur, en het is een vrouw die haar vertegenwoordigt. Ik apprecieer uw overtuiging en dat u daar zo voor uitkomt. Maar dat kunt je nu niet meer maken in deze tijd om die taal te gebruiken. Mevrouw Van Ecke. Daar heb je een beetje tijd nodig. En daarom heb ik een boek geschreven over dat thema. Ja. Niet geliefde of geliefde, Maria, de kerk en de vrouw. Dus we gaan dat zeker eens lezen. En ik heb mijn inspiratie geput, voornamelijk bij vrouwen die dezelfde taal spreken als ik. Ja, er zijn ook vrolijke... Ja, mevrouw Van Ecke, laat u even... Vrolijke theoloog die de taal reageren. Ik heb er dus ook enorm veel last mee dat die laatste stap niet kan gezet worden door vrouwen. Omdat ik ook vind dat hun engagement eigenlijk niet gehonoreerd wordt op een evenwaardige manier. Ik zeg dat in alle eerlijkheid. En ik heb in die zin heb ik problemen met... kan ik mij niet inschrijven in de uitleg van monseigneur, die waarschijnlijk theologisch heel correct is, omdat voor mij het beeld van de bruid en de bruidegom alleen maar zeggen dat men eigenlijk enorme liefde betoont naar de andere. Dus God naar zijn gemeenschap. En de beeldvorming dat de ene bruid en bruidegom is, is een beeld. Ja. Om te zeggen dat er een intense verstrengeling is en een allesomvattende, zichzelf wegcijferende liefde. Absoluut, want anders zouden we het leven niet gekregen hebben en alles wat erbij hoort.
Waar we natuurlijk wel de vragen stellen waarom iemand een bepaald leven heeft dat minder kansen heeft dan het onze, van waaruit dat komt. Die onrechtvaardigheid is ook iets waar ik mee worstel. Maar dus voor mij is het beeld van bruid en bruidegom de immense liefde van God naar de mensen, naar zijn volk. Maar is voor mij niet voldoende als gegeven dat een inzet en een engagement en ook een gelovig zijn van vrouwen eigenlijk beperkt wordt het feit dat zij het recht krijgen. Het is louter vlees en bloed, onze werkelijkheid. Voor mij dus, als kritische gelovige, heb ik daar heel veel last mee dat die dus niet kunnen voorgaan. Nee. Want eigenlijk zegt ze krijgen niet het gezag om hun getuigenis eigenlijk te gaan uitdragen en daarvoor meneer de Krem, wat doet u met de theologische argumentatie? Wat monsieur Leonard heeft gezegd is natuurlijk heel interessant en belangrijk, want dat zijn de fundamenten van waarop veel zaken gebaseerd zijn. Maar ik denk dat die boodschap eigenlijk in de teletijdmachine zou moeten gestoken worden en zou moeten kunnen aankomen in de 21ste eeuw. Hoe gaan we daarmee om? En de rol van de vrouw in de kerk is een bijzonder belangrijk punt. Heel veel vrouwen zijn actief in de kerk. Maar het blijft een dienstbare rol. Ik kom er net toe, maar het zal de kerk als instituut zijn om te zien hoe ze daarmee wil omgaan. Wanneer ik daar een aantal verklaringen over zie, ben ik eerlijk gezegd niet echt positief gestemd. Omtrent de vrouw een andere rol te geven, een evenwaardige rol als die van de man in het beleiden van de godsdienst. Het zal de kerk als instituut zijn die moet weten hoe ze daarmee omgaat. Ik denk dat het wel zo is dat heel veel mensen dat als een stuk onrechtvaardigheid beschouwen. Ja. Wat vindt u? En ik denk niet meer dat je kan eigenlijk nog weinig rationele elementen daarvoor gaan aanbrengen. En ik denk dat de kerk een belangrijke stap zou zetten. Zal het de geloofcrisis oplossen? Daar ben ik. Dat weet ik niet. Maar het zal de inzet, de waardevolle inzet van zoveel vrouwen in de kerk in elk geval valoriseren en honoreren. Dus ik denk dat dat een belangrijke stap is die men zou kunnen zetten. Maar zelfs moesten ze nu nog priester kunnen worden, dan is het te weinig en te laat. Ik laat dus in het midden of dat eigenlijk de leegloop zou tegenhouden, nee, of dat een kentering kan meemaken. Maar het zou in elk geval een belangrijke taak zijn waarbij jullie, je kan stutten op mannen en vrouwen. Jullie overschatten een beetje het belang van het priesterschap. Ah nee, want anders zou je het niet moeten zeggen. Het voornaamste in de kerk is niet dat je leek of godgewijd of priester bent, maar dat er heiligen zijn, getuigen. Een vrouw zoals Theresia van Lisieux heeft miljoenen mensen geraakt met haar getuigenis. Absoluut. En niemand, bijna niemand, weet wie de bisschop was van Bayeux, Lisieux, toen ter tijd. Het was toch een respectabele bisschop, maar niemand kent hem. Theresia van Lisieux, door haar getuigenis, door haar heiligheid, heeft miljoenen. Ze is een van de grootste missionarissen in de geschiedenis. Theresia van Lisieux of van Avila of gelijk welke Theresia. U moet eens aan jongeren gaan vragen wie die kent. Niemand kent die. Mijn zoon gaat naar een katholieke school, een van de grootste katholieke scholen van Vlaanderen. De helft van de klas weet zelfs niet wat een klooster is, weet niet wat een apostel is. Dat is waar. Ik heb die jongens bij mij thuis gehad, die zijn naar een aflevering van In Godsnaam komen kijken en die begonnen tegen elkaar te vragen, een klooster, weet jij wat dan een klooster is? Dat is de realiteit. Als ik u hoor praten, hoor ik mijn grootvader praten, ga ik terug naar mijn kindertijd, hoor ik terug de taal van toen. Ik bezoek vele scholen. Ik ontmoet veel leerlingen en leerkrachten. En ik zou toch een veel positievere weerklank willen geven. Ah, maar ik ben heel positief leerkrachten over jongeren, hoor. Ja, maar ook jongeren die iets weten van de godsdienst. U mag dat niet veralgemenen. Er zijn zulke gevallen. Maar er zijn ook leerlingen die heel veel weten en leerkrachten die een degelijke, rijk aan inhoud godsdienstles geven. Monseigneur, maar je voelt toch ook hier aan tafel een grote behoefte om de kerk te vertalen
naar deze eeuw? Maar ik denk dat de behoefte is eigenlijk iets... uiteraard dan. Moeten we het doen. Zit er 20 eeuwen? Nee. Maar dat is wat wij... Want, ik heb altijd wat problemen met die opmerkingen. Ik neem ze ook voor wat ze waard is, natuurlijk. Maar als je met dergelijke voorbeelden komt, dan krijg ik net dezelfde klachten van degenen die niet meer weten wie Victor Hugo is en degenen die niet meer weten waarvoor 1302 staat. Voor mij is eigenlijk de zorg van wat geeft je mee in dat levensbeschouwelijk vak? Wat geeft je hen mee in wat gelovig kan zijn, wat existentiële vragen zijn, wat daar de antwoorden voor zijn? De grote verhalen, denk ik, zijn heel belangrijk, omdat ze eigenlijk iets meegeven van welke boodschap krijg je daaruit. Want finaal, de verhalen van Barmhartige Samaritaan, goede herder, verloren zoon, vandaag, waar kinderen niet meer mogen mislukken, is dat verhaal enorm inspirerend naar jongeren, van fouten maken en toch nog geliefd zijn. En dat is eigenlijk wat we nu proberen te doen in dat vak godsdienst, is eigenlijk... weggaan uit het loutere dram, dram, dram. Kennis, kennis, kennis. Ze moeten kennis hebben. Maar niet zoals wij, dat we al de kledij van de pastoors kenden. Dat we wisten hoe... Wat... Maar dat was wel zo. We moesten dan nog leren van wat al die verschillende... Wat een kazuifel was en wat een albe was en wat een stola was. Dat is niet meer essentieel vandaag. Te meer dat ze ook geen referentiekader hebben thuis... En in de tweede plaats, en dat is echt voor mij een enorme zorg, dat religie geen plaats meer krijgt om vanuit haar of zijn overtuiging een element te zijn in het maatschappelijk discours over belangrijke thema's. Religie wordt daar eigenlijk uit geweerd. Wat wij dus proberen te doen in ons onderwijs, in de levensbeschouwelijke vakken, is zeggen dat religie wel een heel specifieke opdracht heeft in zingeving, in antwoorden op existentiële vragen, in redenen waarom je voor bepaalde waarden en normen gaat, daar echt een fundament aan geeft dat eigenlijk ook, als het onder druk komt te staan, toch nog overeind blijft. Ja, en ondanks al de inspanningen even tussenkomen, toch zijn er ook maar heel weinig jonge priesters, hè, of jongeren die priester willen worden. Dat wil ik toch ook wat nog denkt even... u? Ja, hoeveel roepingen zijn er op een jaar, monseigneur? Die dit zijn jaar, toch op één hand te tellen? Dit jaar, in het aartsbisdom, hebben wij bijna... 49 seminaristen die zich voorbereiden op het priesterschap. Dus het zit in de lift? Ik heb ze gerecruteerd, maar om eerlijk te zijn... 30 onder hen komen van andere landen, maar worden priesters... Nu komt de aap uit de maan. Zo is het makkelijk. Het zijn toch ook mensen, hè? Natuurlijk. Het zijn mensen met een menselijke waardigheid. Natuurlijk, maar... Ze zullen priesters worden van dit bisdom en ze zullen tweetalig worden. Ja. Maar ons ook, uit... Ook al gaat het... En dan een 20-tal Belgen. Ja. En het aantal zal, denk ik, nog toenemen met de jaren. Nee, maar ik vind dat... Je hebt natuurlijk gelijk, hè, van hoeveel priesters zijn er. Wij zitten in een samenleving waar langdurig engagement opnemen eigenlijk enorm onder druk komt. Op heel veel terreinen. Maar men vergeet al diegenen die zich vanuit die inspiratie, en Pieter heeft er al naar verwezen, vanuit die inspiratie inzetten in heel wat moeilijke omgevingen om zorg te dragen voor kwetsbaren, om zich te engageren in ziekenzorg, in pastoraal werk. Er zijn zoveel mensen die dat doen. Ik denk dat er een stuk positivisme moet komen in heel het kerkelijke gebeuren. Mieke was er ook. De Wereldjongerendagen in Madrid, waar je zoveel... En het zijn echt geen kandidaat-begeintjes die je daar ziet. Hè. Dat zijn jonge mensen van vlees en bloed, maar die toch op basis van een inspiratie zich maatschappelijk willen engageren. Dus, en dat is ik was onder de indruk van het positivisme. En die mensen gaan allemaal terug naar hun werk of gaan opnieuw studeren. Dus er is een mogelijkheid. En ik denk dat dat positivisme niet altijd gevaloriseerd wordt in toch het logge instituut dat kerken, niet alleen de katholieke kerk, blijven. En ik zou meer aandacht vragen voor het aanputten en het aanboren. Er moet een manier zijn, toch, zou je denken. Ik wil even een jongen, we hebben het over jonge mensen, jonge priester laten horen. Monseigneur Vincent Duyck, 32 jaar. Hij is parochiepriester in Sint-Baafsbrug. Hij legt misschien wel de vinger op de wonden. Even luisteren.
Een concrete oplossing of toverformule is er niet, maar ik denk dat er wel een heel concrete mentaliteitsverandering kan komen. Ik denk dat jongeren ons iets vertellen over hoe onze samenleving tout court naar de kerk kijkt. En heel veel volwassenen die het daarom niet expliciet zo gaan zeggen of tonen, jongeren doen dat wel heel expliciet. Die nemen dus heel duidelijk afstand van het kerkgebeuren. En waarom? Ik denk dat ze zich in veel dingen binnen de kerk niet kunnen herkennen. Ik denk dat we best heel positief naar elkaar, naar mensen, kunnen kijken. Zonder voortdurend te hameren op het feit dat we in een slechte samenleving zitten die achteruit gaat. Met jongeren die alleen maar aan consumptie denken, met relaties die alle kanten uitgaan en helemaal geen christelijk huwelijk meer zijn of zo. Ik denk dat mensen echt geen boodschap hebben aan een kerk die wil gaan bepalen wat mensen in hun slaapkamer doen. Ik denk dat de kerk een beetje de rekening betaalt van de moraalredder. Zij is in de slaapkamer van de mensen gaan staan. En sinds een paar jaar zijn de mensen in de slaapkamer van de kerk gaan staan. Ik heb heel vaak de indruk dat een nieuwe evangelisatie een soort campagne wordt om mensen opnieuw binnen de kerk te brengen, om dan voornamelijk jongeren aan te spreken en binnen de kerk te brengen. Maar misschien is het tijd dat de kerk naar de wereld toestapt in plaats dat ze verwacht dat de wereld binnen de kerk stapt. Ja. Monseigneur, zijn punt is in plaats van proberen mensen de kerk binnen te trekken, misschien zelfs vanuit het buitenland, zegt hij, probeer naar buiten te gaan en een nieuwe wereld te kennen en u aan te passen aan de wereld van vandaag. Dat is goed. En een nieuwe wereld. En ik ben blij op een goed aantal priesters te mogen rekenen. Ik zal er vanaf volgend jaar 5 per jaar kunnen wijden. Dat is al iets. En ik was een beetje verbaasd over de reactie. Ik zal onder andere volgend jaar 2 Mexicanen wijden. Maar die spreken nu al met mij altijd Nederlands. En ze zullen werken in Vlaams-Brabant. Is dat niet mooi? Dat mensen om ons land te helpen beslissen om heel hun leven hier in België... Ja, maar vindt u het niet doodjammer dat u ze hier niet vindt? En betekent dat niet dat er iets mis is? Ja, maar dat zal anderen doet? Ook in ons land helpen om dezelfde keuze te maken. Aantal trekt aantal aan. Als jongeren zien dat er jonge mensen zoals zij die keuze maken, ze zullen daartoe bemoedigd worden door het voorbeeld van andere jongeren die dezelfde keuze voor hen gemaakt hebben. Maar ik begrijp het uitgangspunt niet goed. Ik ben het eigenlijk niet eens met het uitgangspunt. We moeten terug meer mensen naar de kerk proberen te krijgen. We moeten terug meer priesters krijgen. Hoe kunnen we dat instituut kerk doen en leven? Dingen veranderen, krijgen andere vormen. Ik ben nu de laatste jaren heel veel met de missionarissen op stap geweest. Ondertussen, waar vroeger de mensen missionaris werden om hun sociaal engagement ten volle ten dienste te stellen, gaan mensen nu naar ontwikkelingslanden werken in NGO's. Die gaan daar weeshuizen oprichten. Dat heeft gewoon andere vormen aangenomen. Onze jongeren, ik zie dat in de groep van jongeren, van mijn kinderen, die zijn verdomd geëngageerd. Die zijn met van alles en nog wat bezig. Die engageren zich voor de maatschappij. Die organiseren zich voor kwetsbare groepen in de samenleving. Ja. Die gaan met gehandicapten op stap. Daarom niet noodzakelijk vanuit de context van een christelijke inspiratie en in een jongerengroep of een kerkelijke groep. Maar ze doen het wel. Ze zijn geëngageerd. En dat vind ik veel belangrijker dan te gaan zoeken naar manieren hoe krijgen we ze de kerk binnen. Ja, maar dat is ons ideaal niet. Dat is misschien uw ideaal, mensen terug te brengen. Nee, het probleem... Het is geen probleem. Nee, mijn ideaal is dat niet om de kerk terug te doen verlopen. Want ik denk dat dat zelfs goed is dat ze leeg zijn gelopen. Christus uitstraalt tot in hun hart raakt. Nee, wat mij in uw verhaal uiteraard treft, is jongeren die zich engageren. Absoluut. En als wij in onze scholen naar bepaalde sociale stages en zo gaan, die we enorm promoten, dan proberen we dat ook een kader te geven van waarom doe je dit? En wat betekent het voor u? En wat gaat dat nu betekenen in uw later leven? In het omgaan met kwetsbare groepen, in het omgaan met mensen die je
misschien anders niet zouden ontmoeten? En wat kan je daar ook verder naar een betere samenleving doen? Het enige wat mij daarin stoort, is dat ik soms niet begrijp van waarom mag ik dan als gelovige niet zeggen dat ik dat doe vanuit die inspiratie en dat ik eigenlijk medestanders, zal ik maar zeggen, nodig heb om dat gezamenlijk te beleven. Allee, ik ben ook naar missionarissen in Congo geweest. Mijn dochter is daar trouwens gaan helpen. Als ik zie hoe zij in moeilijke omstandigheden dan steun hebben aan elkaar, steun hebben ook aan hun zending, hun roeping die zij vinden in dat evangelie, dan zeg ik, waarom mag dat niet? En waarom mogen we dat ook niet zichtbaar maken in de samenleving? Dat dat een manier is van zingeving. Maar dat mag toch? Nee, dat mag absoluut niet. Nee, als je eens kijkt... Nee, je moet maar eens kijken op welke momenten je eigenlijk in een maatschappelijk debat mag zeggen dat er voor iemand een religieuze zingeving aanwezig is. Als ik kijk naar... Dat is een van mijn zaken waar ik problemen mee heb. Als je naar bepaalde publicaties gaat, en ik wil heel veel tijdschriften naast elkaar leggen, als je maatschappelijke problemen hebt, wanneer daar vanuit een religieuze opvatting mag over gedebatteerd worden. De mainstream is dat alles zogezegd breed maatschappelijk gedragen is. Men zelfs het woord neutraal, wat absoluut niet bestaat, dat alleen maar één gezamenlijk etiket heeft. Alles wat je wilt, maar geen religie. Pakt er dan nog wat islamofobie bij gezegd? Ik zou ook nog eens, toch nog iets positiever willen zijn. Het hangt ook, ik mag het ook vanaf in welke mate je het terrein gaat bezetten. Je kan in heel veel discussies zeggen, kijk, ik ben wie ik ben. Maar bijvoorbeeld in discussies ook binnen buitenlandse betrekkingen. Hoe ga je om met een economische crisis? Wat is de rol van de banken? Bijvoorbeeld ethisch ondernemen. We kunnen dat misschien vanavond niet bespreken. Kan je toch vanuit een bepaalde visie, die een katholieke visie is, laat ons maar eens noemen, of die een christelijke visie is, kan je een dossier benaderen? En ik stel vast, wanneer je dat doet, dat je eigenlijk nog heel veel auditorium krijgt. Dat mensen zeggen, potverdorie, dit is het nu eens naast het materiële aspect een andere benadering. Dus het hangt ervan af. Eigenlijk zou het een oproep moeten zijn om meer mensen die discussies te laten voeren. Maar je moet je ook wapenen tegen het wederwoord. En om dan ook de C in CD&V zeker te behouden. Ik vind de inzet van zoveel christenen, bewonderenswaardig, zoveel christenen die zich inzetten, sociaal inzetten. Maar dat sluit niet uit dat ze ook Jezus en God beminnen. Omdat God en Jezus een personen zijn die verdienen om bemind te worden. Ik respecteer die enorm. Maar ik respecteer alle mensen die zich sociaal inzetten. We moeten stil afronden. Ik wil monseigneur. Ik wil afronden. Mensen die zich sociaal inzetten, maar ook die trappistinnen die bij dat niets doen op sociaal vlak, maar die ervan getuigen dat God de moeite waard is. Monseigneur, afrondend wil ik u nog vragen. Wat wil u nog graag bereiken voor uw kerk hier in België als aartsbisschop? Wat is een vurige wens? Ik beschik maar over een paar jaren. Maar ik probeer zo goed als ik kan ertoe bij te dragen dat die kracht die zit in de persoon van Jezus, dat die kan uitstralen. Mm-hmm. En ik stel vast dat het lukt. Dat wanneer de mensen de kans krijgen om in contact te komen met het levende hart van het geloof, namelijk Jezus, dat het hun hart raakt. Ja. Ook bij de jongeren. Je hebt uit de voorbije jaar heel veel gelovigen over heel de wereld gesproken. Mensen die geloven, zijn die gelukkiger? Die Jezus gevonden hebben? Absoluut. En daar ben je jaloers op? Dat geldt over alle godsdiensten heen. Mensen die gelovig zijn, mensen die in hun God geloven, zijn gelukkiger dan niet-gelovigen. Ja? Onderzoek bewijst dat ook. En ik merk ook bij ongelovige mensen dat er een enorme drang is naar zingeving. En maar dat de kerk niet meer aanspreekt. Ja. Dat is wel zo. Is uw geloof uw geluk, meneer De Krem?
Ik denk dat men niet moet geloven om gelukkig te zijn en ook gelukkig kan zijn zonder te geloven. Ik zeg nogmaals, ik ben iemand uit de 21e eeuw. Dat is voor mijn toetsingskader in mijn politieke actie. Soms lukt dat, soms lukt dat niet. En ik probeer ook in een aantal zaken die waarde van die evangelische waarde van solidariteit, van ook de parabel van het talent en een aantal andere zaken, van die naar voren te brengen. En ik probeer dat te doen met vallen en opstaan. En ik denk dat geldt voor het overgrote deel van mensen die zich nog in die brede christelijkheid begeven. En ik heb heel veel mensen, heel veel vrienden, zelfs die niet gelovig zijn, niet meer gelovig zijn, anders gelovig zijn, die ook soms wel eens in andere gremia zich proberen te buigen over normen, waarden en vragen. En die hebben dezelfde vragen als ons. En die proberen daar ook over te discussiëren. En wij met mevrouw Van Eyck. Is dat bij u zo, zoals monseigneur Leonard? Ik vind dat we jonge mensen moeten uitnodigen om verantwoordelijkheid op te nemen, zich te engageren. En dat we mogen zeggen dat gelovig zijn daar een inspiratiebron voor kan zijn. Want ik apprecieer het bij iedereen. Maar ik wil wel het recht hebben om niet geridiculiseerd te worden als ik zeg, voor mij is eigenlijk geloof en dan die figuur van Christus is eigenlijk de toetsing. En wat de toekomst van de kerk betreft, dan blijf ik altijd zeggen dat wij gelovigen, wij zijn de kerk. Ja. En we willen beluisterd worden. Ik zou u een lijst kunnen geven van parochies in het aartsbisdom waar er veel jongeren zijn. Mm-hmm. Een lijst van gemeenschappen, van nieuwe gemeenschappen, zoals Tiberiade, La Voix Sainte-Anne, Marie Jeunesse, Incine. Ja, ik ken ze allemaal, maar het zijn heel kleine gemeenschappen, heel toffe gemeenschappen. Ze zijn ook klein begonnen. Hè? Absoluut, maar in de marge, echt in de marge. En ik vind ze fantastisch, die kleine gemeenschappen. Ze zijn zeer mooi en ze hebben de kerk lief. Ze houden van de kerk. En wat moet ik doen met die lijst? Wat moet ik doen met die lijst, monseigneur? Wat moet ik daarmee doen met die lijst? Ik kan u die lijst doorgeven en dan... Ik zal hem... Kan u daar een... Ze gaan bezoeken, hè, of van daaruit een uitzending organiseren om te tonen dat de kerk mooi is als we ons inzetten en als wij... Jezus centraal stellen in het leven van de kerk. U bezorgt mij die lijst en ik hang hem op de redactie. Ik zal dat bij ons. Ik hoop dat u er wat van opgestoken heeft van dit gesprek, monseigneur. Hartelijk dank voor uw komst. Dank ook Mieke van Eyck. Dank ook Pieter de Krem. En dank ook Annemie Struijf. U thuis bedankt voor het kijken. Graag tot morgen voor alweer een nieuwe aflevering.